sta hier in de Rang, het verenigingsgebouw van de christelijk gereformeerde kerk van Bethel Sliedrecht. Helaas hebben we geen droombeelden kunnen maken, omdat de kerk op dit moment herbouwd wordt. Gelukkig heb ik Jan Visser bereid gevonden om iets te vertellen over die nieuwe kerk. Ah, Jan, fijn dat je er bent. Goedenavond, hallo. Kun jij ons iets vertellen waarom er een nieuwe kerk gebouwd is? Wat was er mis met die oude kerk? Ja, nou, er was heel veel mis met onze oude kerk. Nou, als ik daarover ga vertellen, dan kan ik de nacht wel doorpraten. Nee, houd het graag een beetje kort, hè? Ja, een beetje kort, dat dacht ik wel. Nou, bijvoorbeeld het binnenklimaat was heel slecht. Waren lekkages aan het dak. Nou, daar hebben we met elkaar over nagedacht. En er is aan gerekend en gekeken wat het kost om dat allemaal te gaan repareren. En eraan gerekend en toen kwamen we erachter dat het eigenlijk veel beter was om een hele nieuwe kerk te bouwen. Nou, mooi. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ja. Ja. En kun je iets vertellen hoe die nieuwe kerk eruit komt te zien of kun je iets laten zien? Ja, dat is natuurlijk lastig om dat nu buiten in donker te filmen. Dus daarom heb ik iets meegenomen. Dat is een manquette. Ja. Dus er een van onze gemeenteleden is die gemaakt. Ja. Dat geeft een heel mooi beeld van hoe de kerk eruit gaat zien. En die staat hier voor ons. Inderdaad, ja. Dat ziet er mooi, modern, strak gebouw. Ja, het ontwerp is natuurlijk door een architect helemaal uitgetekend. Maar om het ook zichtbaar te maken voor onze gemeenteleden. Om te laten zien hoe het in het echt eruit komt te zien, hebben we dit gemaakt. En nou, niet heel ver hier vandaan wordt de kerk ook gebouwd. En zijn we ook een heel eind al klaar op dit moment. Ja, ja. Wanneer denk je dat de gemeente weer in de nieuwe kerk kan houden? Wij hopen dat we op de eerste Pinksterdag met elkaar in de kerk bij elkaar kunnen komen voor de eerste dienst. Dat schiet al op. Dat schiet al heel erg op. We hebben nog best wel wat weken, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Dus er is nog veel te doen, maar we hopen dat dat allemaal goed gaat komen. Nou, ik wens je daar in ieder geval vast succes mee. Maar de nieuwe kerk en jongeren. Zeg ik daar iets goeds mee of heb je niet aan jongeren gedacht toen jullie de nieuwe kerk gingen bouwen? Zeker hebben we aan jongeren gedacht. En wij als nou, zeg maar jongeren, ouderen hebben vooruit gedacht. Ja. Voor ons is het fijn als we met een nieuw gebouw vooruit kunnen. En ook straks voor onze kinderen is het heel mooi als we met een nieuw gebouw jarenlang vooruit kunnen. Dat hopen we echt te kunnen met onze nieuwe kerk. Ja. In de nieuwe kerk is er ook voldoende ruimte om bijvoorbeeld zonderschool te houden, om kindercrash te houden. Om eigenlijk alle gemeenteactiviteiten bij elkaar te houden. En natuurlijk hebben we ook gedacht aan een speciale ruimte voor onze jongeren. Ja. Die op zaterdagavond vaak bij elkaar komen. En daarvoor hebben we een ruimte gemaakt die we voor de uitstek, zoals onze jongerenavonden heten, bedacht hebben. Ja. En als je meeloopt, dan laat ik dat zien. Goed. Dat is aan de gantelwegkant van de kerk. Ja. Hier zien jullie de ruimte die we speciaal bedacht hebben voor de jongeren. De hele kerk wordt natuurlijk gebouwd en ingericht door de aannemer. Maar deze ruimte die is door de aannemer inmiddels wel gebouwd. Maar de hele inrichting, dat hebben we aan de jongeren overgelaten om dat te bedenken. En die hebben dat nu al bedacht of pas als het klaar is? Zeker is dat al bedacht. Daar zijn ze al maanden over bezig geweest. Misschien al langer dan een jaar, dat weet ik niet precies. En ze kunnen nu starten om dat te gaan inrichten. Om ervoor te zorgen dat straks als de kerk klaar is, ook de ruimte voor de jongeren klaar is. Dat klinkt geweldig. Ik hoop dat de jongeren dat ook geweldig gaan vinden. Dat hopen wij ook. En er is ontzettend veel enthousiasme. Er wordt, ja, wat ik al zei, meegedacht en meegewerkt. Om dat straks er allemaal in te krijgen. En dat, ja, ik weet zeker dat het er fantastisch uit gaat zien. Ja. Jij doet dit werk als vrijwilliger. Kost je dat nou echt veel tijd? Een uurtje per week? Of ben je er wel een dag per week mee bezig? Ja, het kost heel veel tijd. Laat ik het zo zeggen dat we met heel veel vrijwilligers dagelijks mee bezig zijn. Zeker op dit moment, omdat we in het stadium zijn dat we richting de oplevering gaan, richting de opening gaan. Dus ja, het kost heel veel tijd, maar dat doen we met heel veel plezier en dat doen we ook met elkaar. Ja, mooi om te horen. Nou, in het kader van zien en omzien ben ik eigenlijk naar iets op zoek. Maar ik ben het kwijt. Ik denk dat het nu bijna naar me toegebracht wordt. We vinden het namelijk leuk om mensen in het zonnetje te zetten door middel van een bloemetje die heel veel tijd aan iets besteden. En zo omzien naar jongeren. Ja, ik begrijp dat er een heel leger van vrijwilligers achter jou zat. Maar heel symbolisch wil ik toch jou deze bos tulpen overhandigen. Omdat we erg waarderen dat in de gemeente van Sliedrecht echt omgezien wordt naar jongeren. Nou, ik ben een beetje verrast, maar ontzettend leuk. Morgen dan gaan we weer met een hele groep vrijwilligers ook in de kerk aan de slag. Ja. En ik zal de bosbloemen ook aan de groep laten zien. En
laten weten dat dit voor ons allemaal is. Ontzettend leuk. Nou, dankjewel. Fijn. Hey, bedankt voor je tijd. Prima. En ik ga verder, want hierachter zit een groep meiden. Die zijn van de jeugdclub Trifosa. En die blijven ook vannacht een nachtje op, geloof ik. Hè? Klopt dat, dames? Ja. Leuk. En wat zijn jullie nu aan het doen? Appelflap. Kaneelbroodje aan maken. Kaneelbroodje aan het maken. Hoe ga je dat doen? We moeten eerst deze uitrollen en dan prikken we hem aan de stok. En dan gaan we hem roosteren boven het vuurtje. Ik ben benieuwd. Hoe ver zijn jullie al? Nou, ga maar gauw beginnen. Dan ben ik echt benieuwd hoe lekker en hoe mooi dit wordt. Zit jij al lang op Trifosa? Ja, vanaf de eerste. En vind je het echt leuk? Ja, ik vind dat leuk. Wat vind je er dan zo leuk aan? Ja, het is altijd gewoon gezellig, want het is niet een hele grote groep of zo. Dus dan, ja, het is gewoon leuk. Leuke contacten. Ja. En ken je die meiden allemaal heel goed? Nou, ik ken er best wel veel van groep 8. Dus. Aha, dus echt van school ken je elkaar gewoon goed. Ja, leuk. Ja. Mooi. Wat doen jullie eigenlijk op zo'n clubavond? Ja, het is echt heel verschillend. We doen spelletjes, we praten heel veel met elkaar. We doen ook een bijbellezing, dus het is echt heel verschillend. Ja, leuk. Hey, leuk om te horen. Mag ik jou ook iets vragen? Jullie hebben actie gevoerd. Hoe heb je dat gedaan voor deze nacht? We hebben een clubavond, hebben we geld opgehaald. Ja. En we hebben het in het kerkblad gezet en toen is er ook geld opgehaald. En een paar meiden zijn nog thuis langs de deuren geweest en zo. Ja, ja. En gaven de mensen dan gewoon geld of hoe ging dat? Ja, meestal wel. En je kon ook een QR-code scannen. Ah, dat is slim. Als mensen geen geld hebben, zeg je scan die QR-code maar. Ah, dat hebben jullie slim bekeken. Leuk. Ja. Mooi. Nou, ondertussen wordt er hard gewerkt. Ik zie dat er al eentje het broodje om een stok gewikkeld heeft. En dan, waar is het vuur? Buiten. Ah, ik hoop dat het droog is. Nou, gaan jullie er maar naartoe? Dan komen wij ook zo kijken. Hé, hey Willemien, hoe lang doe jij nou die club eigenlijk al? Geen idee. Geen idee? Hoe vind je dat als clubleiding? Ik denk 15 jaar. 15 jaar, oh, dat is een mooie ik tijd Ik heb dan. Jou opgevolgd. Ja, dat geloof ik ook eigenlijk, ja. Leuk. Hoeveel tijd steek jij er nu in? In zo'n clubavond? Nou, je gaat het steeds makkelijker doen omdat je het al zoveel jaar doet. En dat we een team hebben die heel... we doen het al heel veel jaar met elkaar. Dus je bent echt super goed op elkaar ingespeeld. Dus daardoor kost het minder tijd. Elke keer gewoon iets leuks bedenken. Ja, ja. En is dat echt het doel van de vereniging, iets leuks bedenken? Of? Nou, vooral de binding met elkaar. Ja. En dat we natuurlijk gewoon de Bijbelstudie proberen we dichtbij te brengen. Dat we dat leren om met elkaar na te denken over de Bijbel. Mooi. En over hoe ze dicht bij God kunnen leven. Ja. En ja. Zo. Ja. Ja. Prachtig. Doen jullie nog andere activiteiten dan alleen de vrijdagavondclub? Nee. Als geheel? Nee. Gaan jullie wel eens naar het jeugdappel of zo? Ja, zeker. Zeker. Ah, daar doen we heel erg ons best voor. Ah, mooi. ik begrijp dat het volgende jeugdappel over een paar weken is. Zijn jullie dan ook van plan om te gaan? Ja, zeker. Ja. Ja. Leuk. We hebben nu al gezegd tegen de meiden van neem vrij of van je werk en probeer echt mee te gaan. Ah, ja. Nou, super. Fijn dat jullie dat zo doen. En we gaan nu even buiten kijken. Lopen even de gang door. En ik hoop dat... ik ben benieuwd dat de broodjes al een beetje gaar zijn. Het regent hopelijk wat minder dan dat het net heel de weg deed. Maar de meiden zijn in ieder geval heel enthousiast om een nachtje op te blijven voor het goede doel. En een beetje regen kunnen ze wel tegen. Nou, we zijn binnen. Het regent buiten bedoel ik. Het regent toch nog wel. Ah, dat ziet er leuk uit bij die vuurkorf. Lukt het een beetje? Ja hoor. Ja, zeker. Oh, kijk uit. Hij valt er bijna af. Leuk, zeg. Dit wordt echt... Want ga je hem wel zelf opeten? Ja, zeker. Dat gaan we zeker doen. Mooi. Kijk, bij jou gaat het heel goed. Zie je dat?
schakelen weer over naar de studio. En ik ga met mijn cameraman nog één bezoekje afleggen. We gaan namelijk even een eindje verderop. Daar is de jeugd van de Ebenezerkerk ook van plan om een nacht op te blijven. En we gaan even kijken hoe het hun vergaat. Tot straks.